Wij worden met uitsterven bedreigd. Daarom zijn er dringende maatregelen nodig voor onze bescherming en ons voortbestaan. Woorden uit de petitie, voorgelezen door Theo Jubitana, dorpshoofd van Hollandse Kamp en voorzitter van de organisatie van samenwerkende inheemse dorpshoofden in Para, OSIP. In principe zou de petitie gisteren op de dag der inheemse worden aangeboden, maar op verzoek van assembleevoorzitter Jenny Simons werd de aanbieding met een dag verschoven. Het verzoek in de petitie is duidelijk. Wij vragen daarom heel dringend aan de regering en volksvertegenwoordiging om samen met ons en met vertegenwoordigers die door onszelf worden aangewezen te werken. Te werken aan 1. De uitvoering van het recente Kalinje en Lokono vonnis van het Inter-Amerikaanse Hof voor Mensenrechten, waarin de nodige maatregelen zijn opgenoemd die, als ze op de juiste wijze worden uitgevoerd, zullen leiden tot effectieve wettelijke erkenning, rechtszekerheid en rechtsbescherming van inheemse volken in Suriname volgens de internationale standaarden op het gebied van rechten van inheemse volken. 2. Het ontwerpen en uitvoeren van een gestructureerd proces voor de effectieve aanpak van de diverse ontwikkelingsissues waarmee we te kampen hebben. 3. Het scheppen van mogelijkheden zodat wij onze eigen ontwikkelingsprojecten kunnen indienen en ook zelf uitvoeren met desbetreffende overheidsinstellingen. Zo nodig met ondersteuning van internationale ontwikkelingsorganisaties, bijvoorbeeld op het gebied van duurzame energievoorziening, landbouw en toerisme. We benadrukken dat we volledig en effectief willen participeren in de nodige maatregelen die genomen moeten worden. En dat we niet willen werken via geldverslindende, niet effectieve tussenschakels of zelfs verstorende instellingen of pseudo-vertegenwoordigers. Wij vragen daarom nogmaals met klem dat u via onze eigen structuren van het traditioneel gezag met ons samenwerkt. Met name via de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, FITS, via het bureau FITS. Simon zegt dat vanuit de Nationale Assemblée reeds de eerste stappen zijn gezet om de wetgeving te versterken om de gronden van de inheemse en tribale volken te beschermen tegen onrechtmatige occupatie. Zij is van mening dat de rechten op de gronden van de inheemse volken zo gauw mogelijk moeten worden geregeld. Toch zien we dat de tijd in beslag neemt. En we hebben toen in het parlement gedacht, om rustig die tijd te kunnen nemen om een goede oplossing te vinden, moet je op korte termijn die gronden beschermen. Dat niemand ze meer kan nemen. Zodat we met elkaar inderdaad, zoals u zegt, rechtstreeks kunnen zitten en kijken, oké, hoe lossen we dit vraagstuk op. Ik denk dat in de nieuwe zittingsperiode ik al met mevrouw Vrietza, mevrouw Watamaleo en ook andere vertegenwoordigers heb gezeten om opnieuw naar dat stukje wetgeving te kijken. En in principe is het klaar voor bespreking, want het houdt gewoon in dat we tijdelijk gebieden afbakenen in de omgeving van de dorpen waar de overheid geen rechten aan anderen mag geven. Zodat je dan rustig de tijd kan nemen om de echte gronden te gaan afbakenen en de wetten te gaan maken. Assembleevoorzitter Jenny Simons noemde ook het erkennen van de dorpen tot wettelijke entiteit. Zij is voorstander van het stapvoets oplossen van het probleem. Het plan is om direct na het reces van het parlement in oktober de wet te bespreken en af te ronden. Daarmee zal het onrechtmatig uitgeven van grond tot het verleden gaan behoren. Simons erkent dat de problemen rechtstreeks met de dorpshoofden moeten worden opgelost en niet met tussenpersonen. De delegatie van de OSIP toonde zich na het aanbieden van de petitie content met de reactie van de assembleevoorzitter.